Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er trekken een paar sluierwolken over Nederland, maar verder is er van bewolking amper sprake. De bewolking gaat wel toenemen, maar dat duurt even, want vanochtend heeft de zon het voor het zeggen op de meeste plaatsen. Met slechts wat sluierwolken en een temperatuur van 11 of 12 graden en het kwik schiet verder omhoog, want vanmiddag halen we maximum temperaturen tussen de 17 en 20 graden en op een enkele plek in het zuidoosten misschien wel 21. Van het westen uit begint de bewolking wel wat dikker te worden. Dat zijn nog steeds sluierwolken waar de zon wel doorheen schijnt. In de avond worden de wolken echt dikker en in de Nacht kan er in het westen al een klein beetje regen gaan vallen? Koud is het vannacht in elk geval niet. Morgen loopt de temperatuur maar amper op, 10 tot maximaal 13 graden wordt het. Het trekt een regengebied over, en in de loop van de middag klaart het van het westen uit dan langzaam weer op en zien we de zon nog even schijnen. Een stevige wind, met name in de kustgebieden, waait het, het vrij krachtig. Dan zaterdag en zondag en ook maandag daarbij. licht wisselvallig weer, er kan steeds een enkele bui vallen. Maar in het algemeen is er ook ruimte voor de zon. Met name maandag ziet er wat dat betreft prima uit. Temperaturen liggen rond de normale waarde voor de tijd van het jaar. Het wordt 11 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.